Dagteksten dinsdag 26 oktober 2021. Uit Psalm 20, vers 8. Anderen vertrouwen op paarden en wagens, wij op de naam van de Heer onze God. Anderen vertrouwen op paarden en wagens, wij op de naam van de Heer onze God. En het leerwoord uit Hebreeën 12, vers 1 en 2. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Hemelse Vader, zo komen wij weer vanmorgen voor uw troon van genade met dankzegging, met lof, met glorie voor uw nooit volprezen naam, o Vader, omdat wij vertrouwen op niemand anders dan de naam van u, o Heer, onze God. Wat een genade! Dat wij zo vertrouwd mogen zijn, wetende dat wij geborgen zijn in uw machtige handen. Dat wij elk moment bij u mogen komen, omdat u trouw bent, omdat u barmhartig bent, liefdevol en omdat u ons aanneemt zoals we zijn. Dank u, Vader. Vandaar dat wij willen volharden en wij willen de wedloop lopen die voor ons ligt. Hoe moeilijk het soms ook blijkt te zijn, Vader God. Maar als wij ons oog gericht houden op de Heere Jezus, die de leidsman en die de voleinder is van het geloof, dan weten wij dat wij niet verkeerd gaan. Dan weten wij dat wij op een rots bouwen. Onze hoeksteen, naast wie wij de levende bouwstenen mogen zijn om samen te bouwen aan uw kerk, uw gemeente. Dank u, Vader, dat wij ook mogen bidden, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Dat wij daarop mogen hopen, omdat wij weten dat wij niet verkeerd gaan. Omdat wij weten dat wij op die manier in uw licht mogen gaan en staan, verlicht door u, geleid door uw geest. En u wast ons schoon, reinigt ons, maakt ons puur. Als wij zo gezondigd hebben, mogen we steeds bij u komen. Dank u, Vader, dat u ons ook beschermt tegen alle kwaad. Ja, Heer. En zo willen wij gaan en staan door uw genade, geleid door u, om anderen ondersteuning te bieden. Om anderen de moed te geven om door te gaan, om niet op te geven wat er ook komt op hun pad. Omdat op uw vertrouwen het mooiste is dat er is. Want we hebben niets in deze wereld aan houvast. Vandaar dat wij aan ieder willen zeggen vandaag. Wat het ook is waar je voor staat vandaag, vertrouw op de Heer, omdat Hij jouw hand gevat houdt. Op het moment dat je denkt dat je alleen staat, koestert Hij jou, neemt Hij je op en draagt Hij jou. Dank u, Vader, dat u dat ook wilt doen voor de bedroefden, voor de zieken, voor de eenzamen, voor degenen die vandaag het gevoel hebben dat ze nergens hulp kunnen vinden. Dat we ze mogen zeggen, onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Dank u, Vader, in de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen. Hold my hand, while I run this race.